gewoon nog eventjes in een ouderwets pakje. Ideaal. Yum. Heerlijk. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 27 februari 2022. En het is nu 3:15. Ja. Ja, precies. Een vlog aan het maken. Ja. Hè? Huh? Karen is met de zee van der Werf. Ga je gelijk zoeken dan. Top. Dus. Nou, dat zijn hun en die dus heel graag gelijk op willen. Mag van mij. Ja, en je komt er nou op. Ja, precies dat. Daar kan ik niks aan doen. Het is buiten, dus ik mag filmen wat ik dan wil. Ha! Maar oké, wij wensen jullie wel weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, ik Netjes. Daar ben ik mee bezig, want als ik te veel pijn een keer heb, kijk ik niet hard. Nee, netjes. Dus het is ook nog heel veel leren. Ik doe iedere dag een paar keer. Nou, dat is het enige soort aan de kade, waar? Nou, hier voor je neus, dat paaltje. Welk paaltje? Zie je geen paal met die losse stenen? Ja. Dat is het ene soort gemarkeerd en er staan zoveel borden, hier krijg je er ook een, en je er niet op mag komen. Ja, nou en? En je ziet er nooit niet op en er staan alle keten en dan zie je ook nooit op. Nou en? Thank you.
dat je niet meer naar weg rijden, dat ik het zoek. Ik denk hem, je verdomd waar. Zo, even lekker op stap, even lekker aan het lopen. Nou, nu we net eventjes op de dijk geweest, wat jullie wel hebben kunnen zien. Helemaal geweldig. Dus ja, het is niet koud, het is wel lekker. Er staat wel een windje, maar het is gewoon lekker. Ja, heerlijk. We mogen niet klagen vandaag. Ja, zeker dat windje is er. Het is gewoon lekker. Ja. Dus ik ga er nog even lekker van genieten en ik hoop jullie ook. Nou, zo ziet Den Helder dus eruit. Het is gewoon dood. Het is gewoon niet... Maar deze FOMO, het is gewoon rot om hier boodschappen te doen. Want het is gewoon een één grote drama. En, ik word overreden. Nee, maar dat zeg ik. Ik sta dus namelijk aan te wachten. En bij een kassa, maar niet voor de kassa, maar op mama. Omdat er een andere vrouwtje voor mama was. En die gaat weg, dus ik loop naar mama toe om eigenlijk haar te helpen om de boodschappen in te ruimen. Maar, normaliter, als je de scant, dan doe je de boodschappen naar de andere kant. Maar nee, houden ze allemaal precies daar achter mama. Dus ik kon dus niet naar mama toe, achter haar. Dus ik wil haar helpen. Maar in één keer wordt die broodje, want hè, en mijn mama die heeft dus namelijk bolletjes gehaald, broodjes. En in één keer wordt het gewoon in mijn hand en geworpen, zeg maar. Van ik heb haast, ja, sorry. Maar dan moet je niet dat bij mij doen. Maar dat weten jullie, want ik geef gewoon een grote bek terug, nou, zeg maar.
Dus, zien. Wat ik dus wil zeggen, dat ik dus bij de kassa stond. En ik loop, ik sta dus te wachten op mama. Komt dus een cashier aan. Op zich niet verkeerd, maar ik was op mama en gefocust, niet op haar. Dus ik loop dus binnen mama toe en dan zegt dat de cashier van, oh wauw, omdat ik dus haar eigenlijk gewoon dus negeer. Maar ik had haar eigenlijk helemaal niet eens in de gaten. Pas nadat zij zegt, wauw, vond omdat ik dus niks zeg. Maar ja, de Jumbo bij ons, die weet dus dat ik zo ben. Dus, maar hier kennen ze mij niet. Niet meer waarschijnlijk, of ja, gewoon niet. Maar bij de Jumbo bij ons, ja, alle medewerkers dragen Ro en mij gewoon op handen. Ik kan daar alles doen. Ik kan een dolletje maken. Ik kan serieus zijn. Ik kan een grote bek geven. Maar ja, ik ben nou met mama, dus dan hou ik me wel een beetje in. Maar ik denk dat ik dat van de week dan niet meer ga doen als ze dit zo blijven doen. Want dan geef ik wel een grote mot. Wauw. Dat is handig. Staat erop ook. Dat is handig. Ja. Dus. Of moet u even die kant op trouwens en dan daar erin? Ja, ik weet niet. Nee, dat, en dat doe ik wel vaker. Kijk, dat is mooi. En dan zijn we dus hier. Want? Ja, dus? Ja, het is mooi. Zo, mama die rijdt lekker voor mij, helemaal goed. Wat is het? Ja, dat is kapot. Hun probleem en niet die van mij. Ik vind het goed. Ja, mama die wees dit aan. Maar dat is hun probleem en niet die van mij. Nee. Zo. Hi moeders. Hi dochter. Hoe gaat het met u? Nou, ik vond 1000 euro beter als het niet meer is. Ja, 1000 euro beter, oké. Ja, dat mag ook meer hoor. Oké. Dus, maar u gaat zo lekker naar huis? Ik ga naar huis. Hi, Meeuw. Hi. Dus, dan zie ik u vanmorgen, maar. Ja. Mwah. Komt love goed. En ja, en ik neem deze mee. Neem lekker deze mee. Ja. Komt goed. Komt goed. Yes, komt goed. Ja, komt goed. Latex, hoi. Dus. Ja. Lekker. Ja. Yes. Ha. Ja, 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 ja. Een lekker patatje. En waar zit ik dan nu? Ik zit nu hier bij Royal. Ja. Ja, nou, dus pizza maakt hij ook. Koude warme dranken. Ja. En een broodje, hamburger, patat, bla bla bla. Snacks, helemaal toppie. Ja. Lekker. Ja. En kom je uit Den Helder, dan zal ik eventjes een hele mooie adres bijvoegen in de beschrijving. En ik ga dit even eten. Ja, ik ga even eten. Ik heb er gewoon zo even zin in. Ik ga een patatje eten. Ja, lekker. Mhm.
Zo. Ja, ja. Gewoon nog eventjes in een ouderwets pakje. Ideaal. Ja. Heerlijk. Dit is lekker. Zo, ik loop alweer van de brug af, zoals je kan zien. En dit was weer de vlog voor vandaag. Dus, heb jij nou genoten? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. Doe ook gelijk het belletje aan, want dan blijf jij zeker op de hoogte. En ja, ik zou zeggen, doe het duimpje eventjes omhoog. En laat even gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!